Much Loved gaat deze week tijdens het filmfestival in Rotterdam in première. Die film vertelt het verhaal van drie Marokkaanse prostituees. In het buitenland unaniem geprezen, Much Loved. Maar in Marokko zelf is de film verboden en was er een storm van kritiek. De hoofdrolspeelster werd zelfs op straat aangevallen. De film Much Loved beschrijft het leven van drie prostituees in Marrakesh. Het is een hele rauw, realistische film. Heel hard. Grof taalgebruik. Het is heel realistisch. Tegelijkertijd zit er ook heel veel kwetsbaarheid in. Kom ik in het zin met constant dat het naar Kamel. Baroos. Wat is het gelijk daar? De Marokkaanse actrice Loubna Abidar speelt een ijzersterke hoofdrol. Het is een ongelooflijk gewaagde rol, zeker voor een Arabisch publiek. Je pense qu'il y a des vérités qui font mal. Je pense qu'il y a toute une partie de la population marocaine qui était tout simplement pas prête à se regarder dans un miroir et qu'ils ont préféré casser le miroir. Regisseur Nabil Aouche is een welkome gast deze week op het filmfestival in Rotterdam. Maar zijn film werd in Marokko door de regering verboden. En terwijl de hoofdrolspeelster in Frankrijk werd genomineerd voor een César, de Franse Oscar, werd ze in haar eigen land na een haatcampagne op straat mishandeld. En hier vertelt ze dus dat ze is aangevallen in Casablanca en dat geen enkel politiebureau haar wilde helpen, geen enkel ziekenhuis. En dat ze op het hoofdbureau van de politie is uitgelachen. Van nou, Loubna Abidar heeft eindelijk verlangs gekregen. En ze zegt, dit allemaal vanwege een film die jullie niet gezien hebben. Alleen wat fragmenten die op internet te zien waren, ongelooflijk. Actrice Loubna Abidar is inmiddels door alle commotie haar eigen land ontvlucht en woont nu tijdelijk in Frankrijk. Het is een gevoelig onderwerp natuurlijk in Marokko. Die prostitutie, er is sekstoerisme. Mannen uit de Golf komen naar Marokko speciaal voor de Marokkaanse vrouwen. Je pense que si j'avais présenté ces femmes dans ce film de manière extrêmement misérabiliste ou comme des victimes, comme des pauvres filles, je pense que le film n'aurait pas dérangé. Le film montre au contraire une anthropologie inversée, montre des femmes qui sont des guerrières, qui sont des combattantes, qui sont des militantes. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie de voir finalement. En dat is wat de film zo sterk maakt, is dat het hele intelligente vrouwen zijn die verdomde goed weten wat ze doen. Vrijgevochten en grofgebekte vrouwen, daar was Marokko nog niet klaar voor. En er is nog een ongemakkelijke waarheid. De rijke klanten uit de Golfstaten doen in Marokko waar ze zin in hebben en blijven voor de buitenwereld vrome moslims. Arabische overheden die vinden het. Die komen niet graag aan Saudi-Arabië. En nou ja, in de film hebben de Saoedische mannen nogal een prominente rol. Ja, sterker nog, in de film komen de Saoedische mannen er heel erg slecht vanaf. Ja, zeker. En misschien dat op overheidsniveau inderdaad een rol heeft gespeeld waarom er zo paniekerig is gereageerd. C'est pas que les Saoudiens. Il y a beaucoup d'Européens, de Français qui viennent à Marrakech et qui profitent de ces femmes, qui profitent même des petits-enfants, sous forme de pédophilie, bien sûr. Donc ça aussi, c'est dégueulasse. In de film blijft de hoofdpersoon knokken voor de liefde van haar familie, ook al wordt ze door hen verstoten en veroordeeld. Ook regisseur Aouche blijft het ondanks alles opnemen voor zijn land. Malgré ce qui m'arrive et malgré la censure de ce film, dans le monde arabe, le Maroc reste un pays où les libertés individuelles et la liberté d'expression, notamment au niveau artistique et au niveau de la presse, reste un sujet sur lequel il y a eu une évolution positive depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc quand cette censure est arrivée, pour moi, ça a été comme une forme de coup d'arrêt ou de retour en arrière. Het goede nieuws is volgens Aouche dat zijn film in Marokko gemaakt kon worden. Het slechte nieuws is dat Marokko nog niet aan de film toe is. Toch blijft hij in Marokko wonen en werken. Je me suis rendu compte qu'au fond, ce qui me rattachait au Maroc, c'est les Marocains, c'est le cœur du Maroc, le cœur des Marocains, et puis c'est aussi que finalement cette société, malgré tous ses excès, ou peut-être grâce à tous ses excès, reste une société extrêmement inspirante. Much Loved, dus deze week in première op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam.